De inheemse gemeenschappen hebben recht op het ontwikkelingsfonds vanwege de schade die zij leiden als gevolg van het niet erkennen van de collectieve rechten binnen hun woon- en leefgebieden. Uitgaande van dit punt bracht de directeur van het bureau van de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS, Silene Frans, het ontwikkelingsfonds onder de aandacht van de media tijdens een persconferentie. De directeur zegt dat alhoewel aan het begin van het jaar een stap is gezet door een storting van 1 miljoen Surinaamse dollar in een ontwikkelingsfonds, de regering nog steeds niet in staat is geweest om deze goed op te zetten. Er is vervolgens een vonnis erkend, bedrag zou 1 miljoen Amerikaanse dollar moeten bedragen. Het betreft in deze een ontwikkelingsfonds ten behoeve van de Kalinja en Lokono gemeenschappen in Beneden Marowijne. Frans noemt het in kavelstorten van de gelden merkwaardig. We hebben dus zeker onze kritiek geuit op het feit dat de regering het zich permitteert om in tranches zo'n fonds te laten uitvoeren. En we praten over 8 gemeenschappen. En dan wordt er gewerkt met tranches. En daar verwacht de staat een schouderklopje voor. In gesprek met de agent van de staat, Roy Bayanatspande, heeft de FITS ook actie en aandacht gevraagd met betrekking tot de uitvoering van het Kalinja en Lokono vonnis, dat in dit geval doorwerkt naar het ontwikkelingsfonds en de grondenrechten. Dan denken we zeker aan wetgeving dat nog steeds uitblijft ter erkenning van de rechtspersoonlijkheid en erkenning en bescherming van de collectieve rechten. Verder ook de voortgaande uitgifte door de overheid van rechten op grond of exploitatierechten in inheemse en tribale woon- en leefgebieden. Daarbovenop komt ook bij kijken de nog steeds voortgaande illegale activiteiten in het Kalinja en Lokono gebied. De FITS kijkt uit naar een verandering hierin en vraagt naar meer duidelijkheid vanuit de regering.